Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemorgen iedereen. Ik open deze vergadering, zoals dat zo mooi heet. Welkom meneer Van Dam namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Aan de orde vandaag is het openbaar verhoor van uzelf, meneer Van Dam. Onze commissie doet onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel van woningcorporaties. En daarbij kijken we ook naar incidenten die daar plaatsvonden. En we hopen dus te ontdekken naar wat er nou is gebeurd, hoe dat kon gebeuren en wie er allemaal voor verantwoordelijk zijn. En vandaag concentreren wij ons wederom, een gedeelte van de dag althans, op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, dat wij vaak tegenkomen. En als borgingsinstituut is dat een belangrijke speler in de financiering van de hele sector. En in dat verband, meneer Van Dam, wordt u zelf vandaag gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder ede en u heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Gaat u staan alsjeblieft. Als u mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, meneer Van Dam. Als u de microfoon aan laat staan, het hele verhoor, dan komt dat helemaal goed. Wij gaan beginnen met het verhoor. Meneer Van Dam, al sinds de jaren 70 houdt u zich politiek en bestuurlijk bezig met volkshuisvesting. Een tijd lang als woordvoerder in de Tweede Kamer van uw toenmalige fractie, maar ook als staatssecretaris en later zelfs als minister. Maar vandaag wil onze commissie u vooral vragen stellen over uw tijd bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Want tussen 1997 en 2009 was u daar respectievelijk 2 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur en ook nog 10 jaar daarna voorzitter van de Raad van Commissarissen. En de vragen die we aan u hebben, die gaan vooral ook over de financiering van de corporatiesector en de rol van het Waarborgfonds daarin. Ik heb eerst een aantal vragen, meneer Van Dam, over rol en taakopvatting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Wat is nou in uw ogen de taak van dat Waarborgfonds? Het financieren van de sociale volkshuisvesting in Nederland tegen zo gering mogelijke kosten. Duidelijk. En bij de uitoefening van die activiteiten kunnen we het Waarborgfonds daarbij omschrijven als een dienstverlener naar de corporatiesector? Ja, het was een private onderneming die leningen borgde van corporaties en die een achtervang had van de Rijksoverheid en van de Nederlandse gemeente. Mm-hmm. En de taakopvatting was, kijk, een waarborgfonds moet, het kan niet werken zonder het vertrouwen van financiers. En ze moeten ervoor zorgen dat de financiers absoluut zeker kunnen zijn van dat de leningen die ze onder die borging verstrekken, dat ze die terugkrijgen. En om die zekerheid te kunnen geven,
ging voordat het waarborgfonds een lening borgde na of de kredietwaardigheid van die corporatie voldoende was. Precies, precies. Daaruit vloeit eigenlijk meteen de vraag voort, meneer Van Dam. Als je dat zo bekijkt, zou je dan het waarborgfonds ook als een soort bankaire instelling kunnen betitelen? Als je zo bezighoudt met kredietwaardigheid en daarna het afgeven van een borging? Nee, want het waarborgfonds leent zelf geen geld. Je kunt niet zeggen bemiddeld tussen de financier en de corporatie. De corporatie sluit een lening af. En wij gaan op grond van een civielrechtelijke overeenkomst tussen het waarborgfonds en de corporatie die de lening afsluit. Mm-hmm. Na of zij voldoet aan de eisen die voor die borging worden gesteld. Wat we wel zien, meneer Van Dam, is dat banken, in ieder geval de twee sectorbanken, BNG en NWB, dat die geen eigen volwaardige risicobeoordeling meer maken voor een lening die ze gaan verstrekken, omdat het waarborgfonds al die borging afgeeft. Wat vindt u daar dan van? Dat is aan die banken. Als zij de werking van het waarborgfonds voldoende zeker vinden, dat ze daar zelf geen onderzoek meer naar hoeven te doen, dat is hun zaak. Ze geven het, is wel een pluim op de hoed van het WSW natuurlijk. Ja, je zou kunnen zeggen, het is te gemakkelijk geredeneerd van die banken die normaal zo'n zware eigen kredietcommissie optuigen. Ja. Om over ieder leningje te oordelen. We hebben geleerd de afgelopen jaren dat er heel veel mankeert aan banken. Misschien is dit er ook een. Aan de andere kant, meneer Van Dam, oefent het Waarborgfonds toch ook wel toezichthoudende functies uit, hè, als het gaat om risico's van borging voor de achtervangers, het Rijk en de gemeenten, om die te beheersen, die risico's. Hè, zoals het opvragen van informatie over en het beoordelen van de kredietwaardigheid van die woningcorporaties. En dan controleert het Waarborgfonds ook nog eens de besteding van de geborgde leningen. Komen we straks op terug, in ieder geval vanaf 2007. Is het Waarborgfonds, als ze die toezichthoudende taken uitvoert, niet de facto eigenlijk zelf ook een toezichthouder, dat financiële gebeuren? Nee, en ik heb natuurlijk uw verhoren gevolgd. En het valt mij op dat de vraagstelling van u er toch impliciet telkens vanuit gaat alsof dat wel het geval is. Het Waarborgfonds is geen toezichthouder, was geen toezichthouder. Nog een keer, wij hadden privaatrechtelijke overeenkomsten. Het was een vrijwillige organisatie, daarom alleen al kan het geen toezichthouder zijn. Want iedere corporatie kon zich aan dat toezicht onttrekken door geen borging te vragen voor een lening. Dus wij zijn geen toezichthouder. De enige toezichthouder in de sector is de overheid, de minister van Volkshuisvesting, en die wordt daarbij geassisteerd door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Mm-hmm. Dat is een helder betoog, meneer Van Dam. Dat is in ieder geval de formele kant van de zaak volkomen correct. Maar materieel, hè, dus daarom beschreef ik net die feitelijke activiteiten van het WSW, zoals het controleren waar het geboorte geld naartoe gaat. Hoe zou je dat dan omschrijven, zo'n taak? Nou, dat is materieel geen toezichthoudende taak? Dat is geen toezichthoudende taak. Dat is nagaan of de kredietwaardigheid van die corporatie voldoet aan de eisen die wij stellen. En om te kunnen controleren dat de borging niet wordt gebruikt voor meer risicovolle bestedingen, bijvoorbeeld in de commerciële sector, moesten we natuurlijk ook nagaan of het geborgde geld voor dat doel werd gebruikt. Dus dat had allemaal te maken met het scheppen van zekerheid aan de financier. Meneer Van Dam, we hebben wel als commissie gezien dat er veel discussie is over het eigenaarschap van het vermogen van corporaties. De grote eigendomskwestie. Dan gaat het natuurlijk de facto om de vraag of het nou publiek geld is of niet? Dat is dan de achterliggende vraag. Hoe staat u zelf in die discussie?
Ik vind en vond dat het publiek geld was. Alleen bij, laat ik maar zeggen, de brutering was dat onvoldoende geregeld. En op welk punt? Nou ja, de corporaties werden juridisch eigenaar van dat vermogen. En als je iemand juridisch eigenaar maakt van een vermogen, dan mag die alle handelingen verrichten die de wet toekent aan de eigendom. Als we dan daarbij wel opmerken dat het om toegelaten instellingen gaat met specifieke taken, en dan rust er een bestemming op zo'n vermogen. Hoe werkt dat dan door? Nou ja, je kunt dus stellen, gezien de ontwikkeling die de corporaties sinds de brutering hebben doorgemaakt, dat dat onvoldoende was geregeld. Althans, dat dat te onduidelijk was. Want corporaties gingen gaandeweg ook meer activiteiten ontplooien buiten die publieke taak. Mm-hmm. Ja, want dan kom ik met diezelfde vraag ook bij het Waarborgfonds, waar u zelf zo lang heeft gezeten. Dat is, u zei het net zelf, een private instelling, een sectorinstituut. Maar de borgingen die het instituut afgeeft, hebben uiteindelijk een publieke dekking, via de achtervang van Rijk en gemeenten. Dus hoe werkt het dan daardoor? Is het dan niet uiteindelijk toch nog meer publiek daardoor? Oorspronkelijk was die achtervang er niet. Het Waarborgfonds is in, ik geloof, in 83 opgericht. En voor zover ik denk te weten, is die achtervang er pas gekomen na de brutering. Dus omdat toen de overheid zich helemaal terugtrok als financier van de sector, ook als subsidieverlener. Ik hoor nog vaak dat de volkshuisvesting gesubsidieerd is, maar dat is al vanaf 1995 niet meer zo. Pas vanaf die tijd is het Waarborgfonds, heeft ze die achtervangers. En natuurlijk, maar het komt vaker voor dat private ondernemingen publieke taken verrichten. Zeker. Nu gaat het natuurlijk wel uiteindelijk om de achtervang die ook dat Waarborgfonds een zogenaamde AAA-status bezorgt. Het is allemaal heel veilig, want uiteindelijk heb je Rijk en gemeenten die daarachter staan. Dus als je spreekt over stichtingen en juridisch privaat vermogen, heb je een sectorinstituut dat borgt. Maar daar zit uiteindelijk weer dat hele grote publieke verhaal achter. Ja, maar dat is ook eigenlijk, ik bedoel, ik heb het niet bedacht, maar het is eigenlijk een geniale constructie. Want het zorgt ervoor dat de overheid de financiering van de sociale volkshuisvesting indirect toch zeker stelt. Waarbij ze voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Want ze hebben twee voordelen. Namelijk de borging van het WSW drukt de huurprijzen, omdat er immers een rentevoordeel wordt behaald. En dat drukt weer de uitgaven van de overheid bij individuele huursubsidie en huurtoeslag. En het tweede voordeel is dat die hele financiering van de sociale volkshuisvesting buiten de begroting kon worden geplaatst. En dat die dus ook niet meer relevant was voor het financieringstekort. Dus ze zaten echt, het kostte ze niks, het leverde geld op. En ze zaten voor een dubbeltje op de eerste rang. Even snel daarop inhakend. Stel, je zou het WSW een publiekrechtelijk instituut maken, dan hebben we wel eens het argument gehoord dat dat weer zou leiden tot balansverlenging, of hoe je het noemen wil, bij die overheid, omdat je dan rechtstreeks het helemaal in de publieke sfeer brengt. Maar u zegt net, via die achtervang, ja, waar waren ze er al vanaf? Ja, nou ja. Kijk, als je het WSW in de publieke sfeer trekt, dan rijst natuurlijk de vraag, waarom financiert de overheid het dan niet zelf? Want dat is de goedkoopste manier. Mm-hmm. Want dan kunnen ze geld lenen tegen de rente op staatsleningen. Die is de goedkoopste. Dus de ratio om dan nog een waarborginstituut te hebben, is er niet.
In uw tijd, meneer Van Dam, benoemde de branchevereniging, tegenwoordig staat Edes, van de corporaties ook een deel van de commissarissen bij het Waarborgfonds. Wat was daar nou eigenlijk de reden van? Omdat, zoals gezegd, het is opgericht door de sector. In 83. Mm-hmm. Dus het werd beschouwd als een sectorinstituut. Als eigendom van de sector. En het is niet ongebruikelijk dat de eigenaar van een bedrijf, de aandeelhouder, de commissarissen benoemt. Na de brutering ontstond de behoefte, juist vanwege de achterbank van de overheid, om het Waarborgfonds enerzijds te professionaliseren, anderzijds wat afstandelijker te maken voor de sector. En mij is ook verteld, toen ik werd gevraagd voor die functie, dat paste in dat streven. Want die commissarissen die Edes bij WSW had u dan zelf de indruk dat hij daar als onafhankelijke commissarissen zonder last en ruggespraak konden fungeren in hun toezichthoudende taak op het WSW? Of zaten ze er toch ook om te letten op de belangen van hun individuele leden die achter Edes zaten? Toen ik voorzitter werd, heb ik mij die vraag natuurlijk ook gesteld en heb ik mij voorgenomen daar extra op te letten. En ik kan niet anders zeggen dat in die hele periode is eigenlijk de heer Van Leeuwen namens Edes commissaris geweest. Die heb ik nimmer kunnen betrappen op een vermenging van die belangen. Altijd zeer loyaal in die functie bij ons de belangen van het WSW gediend. Meneer Mulder heeft ook even een vraag aan u. Ja, voorzitter, dank. Onze voorzitter had het net over de risicobeoordeling van banken. We hadden gisteren hier de heer Ruigrok, ik weet niet of u dat heeft gezien. En die zei in mijn vorige functie, commercieel, als ik een lening aanging, dan keek de bank steeds mee of ik die lening wel gebruikte voor het doel waarvoor we hem hadden aangetrokken. Dat is wat de bank doet. De heer Van Vliet zei het net al, ja, de sectorbanken doen dat niet, want ze zijn een beetje, ik zeg maar, lui, omdat ze weten dat die lening is geborgd. En we hebben gisteren ook gehoord van de heer Van der Post dat het voorkwam in Geertruidenberg dat de corporatie de lening niet gebruikte waarvoor die was bedoeld. Dus is het dan dus wel zo dat de risicobeoordeling te wensen overlaat door het instituut WSW? Niet dat dat de bedoeling is, maar dat dat het gevolg is van die borging. Als dat wijdverbreid zou zijn, hebt u gelijk. Maar dat denk ik niet. Kijk, ik heb al een paar keer gezegd dat de relatie tussen corporaties en borg een privaatrechtelijke overeenkomst is, een deelnemersovereenkomst. In die deelnemersovereenkomst staan verplichtingen. En een van de verplichtingen is dat het geborgde geld gebruikt moet worden voor het doel waarvoor het is. Dus je mag aannemen dat als je tussen verantwoordelijke mensen een overeenkomst sluit, dat ze die overeenkomst nakomen. Maar je moet natuurlijk nooit helemaal op de blauwe ogen van mensen afgaan. Dus je moet ook een zeker controlemechanisme hebben of het dan daadwerkelijk wel gebeurt. En die controlemechanisme hadden wij. Namelijk, als een corporatie een beroep deed op het faciliteringsvolume, dan waren er eigenlijk drie controlemomenten. Bij inleveren van de verantwoordingsinformatie, dus de jaarstukken. Bij het inleveren van de prognose voor de komende 5 of 10 jaar. Dus over welke kaststromen ze in die periode konden beschikken. En tenslotte bij het aangaan van de lening. Want die moest ook weer de borg ondertekenen. En dat proces voltrekt zich ieder jaar opnieuw. En dan kun je dus op die momenten nagaan
waar dat geleende geld dan voor gebruikt wordt. Dus u zegt die controle was op orde en daar waar het misging was er sprake van een incident, maar dat was niet structureel. Zo is het. Toch? Helder. U zegt het WSW is en was geen toezichthouder. Vonden de andere leden van de Raad van Commissarissen dat ook? Ja, dat denk ik wel. Kijk, we hebben over die kwestie, ik kan me niet herinneren dat we daar ooit over gediscussieerd hebben. Hoewel dat best mogelijk is hoor, want bij het doorspitten van alle notulen over die afgelopen jaren, dat is zo'n berg. Het kan best zijn dat ik ergens overheen gelezen heb. Maar het was niet een echt onderwerp van ons. Wij gedroegen ons niet als toezichthouder. En dan over de taakopvatting. Er is discussie in het stelsel over wat is nou de taak van de corporatie. Sommige mensen zeggen van ja, die taak is als enige taak het huisvesten van de doelgroep, mensen met een laag inkomen. En sommige mensen zeggen ja, het gaat ook om leefbaarheid, zorg, wijkaanpak, een bredere taak. Opvatting. Aan welke kant van die discussie staat u? Als het op een schaal van 0 tot 10 moet aangegeven worden, zit ik op 7. Op 7. Ik vond dat tot sociale volkshuisvesting zeker behoorde het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk. Uh-huh. Dat het ook met zich mee kon brengen dat je enige commerciële investering deed. He, dus als je een complex woningen bouwt en in het bestemmingsplan zijn daar winkels voorzien en er is geen belangstelling onder commerciële exploitanten om die winkel te bouwen of commerciële investeerders om die winkel, dat de corporatie dat dan meenam in het hele plan. Dat soort dingen. Of het regelen van toezicht in bepaalde complexe woningen waar de orde bedreigd werd. He, dus dat je daar een conciërge neerzette of zo. Dat soort dingen die rechtstreeks te maken hadden met een gezond, met goed wonen, het bevorderen van goed wonen. Dat zou ik ook tot de taken van corporaties bestaan. En als u zegt dat behoort tot taken van de corporaties, dan behoort het tot de taak van het WSW om dat soort activiteiten, als daar leningen voor worden afgesloten, te borgen. Ja. Helder. Bij die winkels aarzel ik, maar het zou kunnen. En was dat ook bij de andere commissarissen de taakopvatting? Ja. Dus er zat geen licht tussen van borgen we niet te veel of te weinig. Helder, dank. Nee. Goed, meneer Van Dam, ik ga even met u naar 2007. U zat er toen nog als voorzitter van de commissarissen. Het Waarborgfonds, dat ging toen over van projectfinanciering naar een periodieke bedrijfsfinanciering van de hele coöperatie. Met dat instellen van dat faciliteringsvolume voor maximaal 3 jaar krijgen de coöperaties uiteindelijk wat meer vrijheid in het aantrekken van de onderliggende financiering. Kunnen jullie onze commissie vertellen waarom er is overgegaan van projectfinanciering in 2007 naar die bedrijfsfinanciering als grondslag voor de borging van leningen? Ja, dan moet ik even terug in de tijd. De volkshuisvesting werd voor de brutering, zoals gezegd, gefinancierd en gesubsidieerd door de overheid. Die financiering en subsidie die werden per project beschikbaar gesteld en vooraf werd gecontroleerd bij de corporatie of het in orde was. Of men aan de eisen voldeed. Met andere woorden, de corporaties waren een soort uitvoeringsorganen van de Rijksoverheid en werden ook als zodanig gecontroleerd. Gaandeweg is een proces op gang gekomen dat de overheid zich wilde verwijderen van die financiële ballast, zoals het meer en meer werd gezien. Maar niettemin, bij het Waarborgfonds was de hele administratie proces waarmee de borging werd begeleid nog steeds gebaseerd op dat oude systeem. En telkens als er dan in
de woningmarkt iets gebeurde of de overheid veranderde weer iets, dan moest er aan dat systeem wat wij hadden weer iets worden aangeplakt of er moest iets worden afgeknipt. En dat werd steeds ingewikkelder en dat leverde een steeds grotere bureaucratische last op, ook voor de corporaties. En dat heeft ertoe geleid dat we die systeemwijziging hebben doorgevoerd, waarbij niet, laat ik maar zeggen, de boekwaarden ten grondslag lagen aan de borging, maar de kasstromen. En dat gaf ons veel meer inzicht in de risico's die er bij een corporatie bestonden. Want met het oude systeem konden we bijvoorbeeld niet goed omgaan met de opbrengst van het verkochte woningen. En corporaties gingen steeds meer over gemeentegrenzen heen en gingen landelijk opereren. Dat alles maakt het voor ons heel moeilijk. We kregen zo een beter inzicht, de bureaucratische last werd verminderd en de automatisering kon veel simpeler gebeuren. Ja, ik kom zo nog even terug op die risico's die er ook aan vast kunnen zitten. Maar dat overstappen op bedrijfsfinanciering met faciliteringsvolume voor 3 jaar, wiens initiatief was het eigenlijk? Ik denk van het bestuur van het WSW. WSW? Ja, dat denk ik, ja. En weet je nog of de achtervangers, Rijk en gemeenten, daarbij betrokken zijn geweest? Dat kan niet anders, ongetwijfeld. Er was een periodiek overleg tussen achtervangers en bestuur van het WSW. En wij hebben altijd heel open naar die achtervangers geopereerd. Omdat we een groot belang bij hadden dat niet alleen de financiers ons vertrouwden, maar ook de achtervangers. Welke bewindslieden zaten dan aan tafel om dit met het WSW te bespreken? Mijn eerste opwelling was om te zeggen te veel om op te noemen, maar omdat in die periode nogal wat bewindslieden zijn gewisseld. Maar daar zat de bewindsman niet bij. Dat was dus met een paar topambtenaren van het departement. Maar stelden die voorwaarden namens hun bewindslieden? Nou ja, ik weet niet of de bewindslieden die mensen met opdrachten dat overleg instuurden. Die ambtenaren hadden natuurlijk ook als functie om een soort oren van de minister te zijn, van wat gebeurt er in die sector, wat gaat er om, zijn er problemen waar de minister mee geconfronteerd kan worden. En zij moesten natuurlijk controleren voor hun baas wanneer de achtervang in het geding zou komen. Dus hoe het tussen die ambtenaren en de bewindsman ging, dat weet ik niet. Dat duidt erop, ik weet niet of ik dat correct samenvat. Ik maak op met die woorden dat de achtervangers geen voorwaarden hebben gesteld aan de nieuwe financieringsmethodiek, borgingsmethodiek, sorry. Nee, want dan zou dat zeker tot een discussie in de Raad van Commissarissen hebben geleid en die heeft nooit plaatsgevonden. Welk effect zag u zelf van de nieuwe methodiek op het jaarlijkse borgingsvolume daarna? Ik denk dat op zichzelf van deze methodiek niet een effect is uitgegaan op het borgingsvolume. Ik heb gisteren zitten kijken naar het verhoor van de heer Van der Post en die legde ook uit dat in de volkshuisvesting de echte financiering, de daadwerkelijke financiering plaatsvindt jaren nadat het plan gemaakt is. Dus als je al naar dat effect op de omvang van de financiering zou willen kijken, dan moet je jaren na 2007 kijken wat dan het verschil is met de jaren daarvoor. Wat deed de nieuwe borgingssystematiek met het WSW zelf, bijvoorbeeld qua FTE's en zo die nodig waren? Zoals gezegd, het maakte de bureaucratie een stuk minder. En het maakte de automatisering een stuk makkelijker. Nou was er al, zolang ik er gezeten heb, hebben we gewerkt aan een professionalisering van ons werk.
Het kwam uit de oude cultuur van de corporaties. En wij vonden dat we meer bedrijfseconomisch moesten gaan werken. Dus geleidelijk aan heb je een verkleining van het personeelsaantal gezien. En ik geloof dat, ik zeg het uit mijn hoofd, maar dat na de invoering van het nieuwe faciliteren, het aantal medewerkers ten opzichte van, laat ik maar zeggen, 5 jaar eerder, gehalveerd is. Dat komt dus neer op een forse bezuiniging op de kosten bij het WSW. Ja. Was er nog een argument in het overstappen op een nieuwe methodiek? Nou, zeker was dat een argument, want wij vonden dat we de plicht hadden om zo min mogelijk kosten te maken, want die kosten die werden weer verhaald op de corporaties. Ja, dus wij waren ervoor om de financieringslasten te verminderen. Dan zou het raar zijn als de winst weer terugging, weer gecompenseerd werd door hogere kosten bij het WSW. Dus we probeerden die kosten zo laag mogelijk te houden. De eventuele, de potentiële risico's of wellicht zelfs negatieve effecten, zijn die destijds ook onbekend? Werd daar iets van gezien? Ja, we hebben een paar keer in de raad gepraat over dat risico. Ook de accountant heeft wel eens een opmerking gemaakt in een management letter. Accountant van het WSW. Ja, accountant van het WSW. Dus wij wisten dat een aandachtspunt was. Wie was toen de accountant van het WSW? We zijn op een gegeven moment gewisseld van KPMG naar Deloitte. Ik denk dat gezien tijdsbestek van het nieuwe faciliteren, dat het Deloitte geweest moet zijn. Oké. Goed, maar de risico's, daar werden over gesproken. En kunt u aangeven wat daar dan de uitkomst van was? Nou ja, ik heb ergens in de notulen gezien dat het ter sprake wordt gebracht. En dat de bestuurder zei, we hebben geen aanwijzingen dat het geld voor andere doelen wordt gebruikt dan waarvoor het bedoeld was. En is er achteraf nog in de commissarissen van het WSW gesproken over negatieve effecten? Nee. Ja, ik moet natuurlijk daarbij zeggen, de commissarissen, zolang ik die heb voorgezeten. Want ik ben 1 april 2009, heb ik afscheid genomen. Nee, dat is absoluut duidelijk. Nieuwe faciliteren van de corporaties vanaf 2007... Kun je aangeven wat dat nou betekende in termen van bestedingsvrijheid door die corporaties? Nee, niet in bestedingsvrijheid, wel in financieringsvrijheid. Ze gaven de corporaties meer ruimte om het meest geschikte moment te kiezen voor het aangaan van een lening. Zoals u weet variëren de prijzen op die markt. En dit gaf corporaties de mogelijkheid om op het hen meest geschikte moment geld aan te trekken om dat in het kader van dat faciliteringsvolume te kunnen besteden. Want er was geen bestedingsvrijheid. Als je overgaat naar faciliteringsvolume voor 3 jaar, waarbij je zou kunnen concluderen dat je de facto die hele balans financiert van zo'n corporatie, dan gaat natuurlijk wel de bestedingscontrole, die neemt gigantisch aan gewicht toe. Toch? Zo zou ik het niet uitdrukken. Dus, zoals gezegd, je hebt een relatie met een partij op basis van een overeenkomst. Mm-hmm. En je gaat ervan uit dat die andere partij, de wederpartij, de overeenkomst naleeft. En daar, zoals gezegd, je vertrouwt nooit iemand helemaal alleen op zijn blauwe ogen. Maar daar moet dus een vorm van controle bij passen. Maar we gingen niet naast de bestuurder van een corporatie zitten. Maar inderdaad, als je de toegestaande doelen, hè, dat is investeringen in vastgoedprojecten of herfinanciering van je leningen. Maar hoe controleerde het Waarborgfonds dat dan, dat geboden leningen daar ook naartoe gingen?
naar die toegestaande doelen? Omdat je ieder jaar in de stukken, de jaarrekening of de prognose, kunt zien welk geld besteed is, hoeveel er besteed is en hoeveel er niet besteed is. Als er geen project was waarmee gefinancierd werd en toch dat faciliteringsvolume was kleiner geworden, daar was geld voor gebruikt, dan rees natuurlijk de vraag, maar als het niet voor het project is gebruikt, waar is het dan wel voor gebruikt? En wie was er verantwoordelijk bij het WSW om dat te beoordelen? Ja, de controller en zijn apparaat. Ik ga zo nog even met u door naar Borging en ook even naar Vestia, maar ik geef nog even het woord aan collega Mulder. Wat ons opvalt aan de omvang van het aantal geborgde leningen, is dat in 2002 staat de teller nog op 50 miljard geborgd. En in 2010 staat die op 90 miljard. En wij denken dat dat komt omdat er meer taken bijkomen, zorg, wijkenaanpak, wellicht ook het nieuwe faciliteren. Maar dan is het gek als de omvang van de hoeveelheid geborgde leningen stijgt, terwijl het aantal FTE's dat er toezicht op moet houden halveert. Dus de omvang verdubbelt, het aantal FTE halveert. Is dat niet gek? Nee. In de eerste plaats, u hebt het over het aantal FTE's van het toezicht. Wij waren geen toezichthouder, dus er waren ook geen FTE's voor nodig. Die waren nodig bij het Rijk, de toezichthouder. En die heeft het afgebouwd, ik geloof, van 170 naar 10. Dus als u zich daar zorgen over maakt, dan moet u daar opvragen hoe dat gegaan is. Dus u was met minder FTE in staat om meer leningen, ja, gebruikt wordt toezicht niet, maar te controleren of die werden gebruikt waarvoor ze, ja, zoals waren u weet, aangegaan. Dat is wat u zegt. Zoals u weet maakt het voor een computer niks uit of die twee corporaties doorrekent of 102. En dat duurt misschien een fractie van een seconde langer, maar dat vergt geen enkele FTE. En een computer, gaat hij ook wel eens kijken op de plek waar wordt gebouwd, of inderdaad dat gebouw wordt gebouwd, of controleert hij alleen het papier? Nee, maar dat deden wij ook niet. Wij gingen ook niet controleren of die woningen werden gebouwd. Mm-hmm. Dat zagen wij in het stuk waar de investeringen voor werden gebruikt. Dank u. Meneer Van Dam, we gaan even naar het met afstand grootste financiële debakel in de sector, dat is Vestia. Dan heb ik het natuurlijk over de derivaten bij Vestia. Wat in de aanloop naar dit verhoor van u is gebleken aan onze commissie, is dat er toch bij behoorlijk wat partijen onduidelijkheid was over wat nu exact het beleid was van het WSW. En we hopen natuurlijk, u was daar een jaar of 12 de opperbaas. Of u ons kunt helpen bij het krijgen van die duidelijkheid. Want er is hier vaak gesteld dat het WSW geen derivaten borgde. Maar op een gegeven moment is het wel zo, en dat is een feitelijke vaststelling van onze commissie, dat corporaties geborgd geld vaak hebben gebruikt om te voldoen aan bijstofverplichtingen op derivaten naar banken. Dus als wij de stelling dan terugkrijgen van het was geen beleid van het WSW, ja, om daar borging voor af te geven. Kun je dan verklaren hoe het in de praktijk wel gebeurde dat geborgd geld naar bijstortingen ging? Het beleid van het WSW was, en dat was al vanaf het begin, dus ook toen ik nog voorzitter van het bestuur was, dat wij handelden conform de richtlijnen van de overheid voor het gebruik van derivaten. En dat hield in. Het is goed, en dat vonden wij ook goed en gewenst, dat corporaties hun renterisico afdekken, hè, met gewone recht toe recht aan derivaten. Wij zouden derivaten niet borgen, maar we vonden het wel goed dat dat gebeurde door corporaties. Maar het was een zaak van de corporatie zelf. En de derivaten mochten niet worden gebruikt voor speculatieve doeleinden. Mochten geen
open posities worden gekozen. Dat was kort gezegd het beleid van 2002. Maar het feit dat wel feitelijk geboortegeld werd gebruikt voor het afstorten van zekerheden bij banken, is dat ooit besproken in de Raad van Commissarissen van het WSB? Nee, want het kwam niet voor. Zoals gezegd, ik heb die hele stapel doorgelezen. Maar ik kan geen enkel moment vinden in de notulen dat bijvoorbeeld over Vestia, maar ook niet over andere corporaties, dat er een probleem, dat er een margin call was. Want in die jaren waren er ook geen margin calls. Ik heb nooit gehoord voor die fatale datum van 4 december 2008 na de val van Lehman Brothers, dat de swaprente ineens in elkaar stortte. Daarvoor was er nooit sprake van margin calls als ze al bestonden. Maar in die nasleep van de rentedaling in 2008 zijn er wel degelijk corporaties in zwaar weer gekomen? Ja, nou zwaar weer. Er waren 8 corporaties die zich melden met een margin call en die een liquiditeitsprobleem hadden. Nou, is een liquiditeitsprobleem op zichzelf geen drama als je maar voldoende solvabel bent. En die problemen van die corporaties zijn door het WSW opgelost door contact op te nemen met die banken. Om die margin call niet te effectueren. En in dat kader, heb ik begrepen, heeft het WSW die tijdelijke financiering van die liquiditeiten ook geborgd. Om, laat ik maar zeggen, de rust in de tent te herstellen. Maar we zien al een, als ik het goed heb, een brief uit 2009 van meneer Rink, een belangrijke manager, Managing Director Capital Markets, die echt keihard in een brief zegt tegen ABN AMRO, ook tegen iemand daar vrij hoog in de boom: het WSW is graag bereid, zo staat het letterlijk, om met u afspraken te maken over de borging, mocht er bijstorting nodig zijn. Dat staat letterlijk keihard in die brief. Ja, die brief is van na mijn tijd, geloof ik. Maar zoals u het formuleert, wordt er niks toegezegd met u in overleg te treden. Nou ja, de strekking van de brief was toch wel heel helder van: we gaan het doen. En de praktische invulling, daar maken we graag met u afspraken over. Dus dat sprak ook nog een zeker enthousiasme uit die brief. Ik ken de brief niet. Was het: we gaan het doen of we kunnen het doen? Nee, er staat in: we gaan het doen. Oké, nou ja. Dat is misschien iets te enthousiast geformuleerd. Want ja, u was zelf net weg als voorzitter van de Raad van Commissarissen, maar was er dan in uw tijd als voorzitter geen aanloop om toch dit aan banken toe te zeggen? Na die datum van 4 december 2008... ik had frequent contact met de bestuurder als voorzitter van de raad. Heeft hij mij verteld waarmee hij bezig was, bij die corporaties die in liquiditeitsproblemen waren gekomen. En heeft hij ook verteld dat probleem in sommige gevallen kon worden opgelost door tijdelijke financiering van liquiditeiten te borgen. Er is toen ook een proces op gang gekomen na die 4 december 2008 bij het WSW. Om die problemen in de toekomst te kunnen voorkomen, dat we met banken moesten gaan praten of er een arrangement was te maken waarbij we nog een keer zouden voorkomen dat die problemen konden optreden. Mm-hmm. Er werd besloten toen een tool te gaan ontwikkelen om dat proces beter te kunnen begeleiden. Nog een keer, voor die datum kenden we het probleem helemaal niet. Dat was voor ons ook nieuw. Maar als je zeg maar die liquiditeitstekorten borgt, terwijl je dus één op één weet, tijdelijk, maar één op één weet, het gaat naar het afstoten van zekerheden die rechtstreeks voortvloeien uit afgesloten derivaten, ja, dan borg je de facto dat derivaat. Want die zekerheid hoort daar optima forma bij. Dus dat is nog steeds die duidelijkheid waar onze commissie naar op zoek is. Want dan borg je geen derivaat. Dan borg je van de corporatie
een liquiditeitstekort. Dat hoefde helemaal niet voor te vloeien over uit derivaten. In andere omstandigheden, waarin liquiditeitstekorten uit een hele andere bron hadden, gebeurde dat ook wel. Ik verwijs naar Woonbron. Eigenlijk ging dat om hetzelfde. Komen we zo op. Achtervangers, Rijk en Gemeenten, is daarmee gesproken over dat borgen van die liquiditeitstekorten? Geen idee. Weet ik niet. U weet ook niet wat ze daarvan vonden? Nee. Goed, meneer Van Dam, we hebben begrepen dat het eerste buitenlandse product dat in de vorm van een gestructureerde lening zijn intrede deed bij corporaties, dat was van Communaal Krediet uit Oostenrijk. Kunt u zelf in uw eigen woorden beschrijven wat dat nou voor product was? Geen idee, want ik wist ook niet dat dat product er was. Misschien voor de duidelijkheid. De Raad van Commissarissen had niks, geen rol bij de besluiten over borgen. Dus het borgen van individuele corporaties. En ook niet voor het aantrekken van leningen van individuele corporaties. Dat is een helder statement, meneer Van Dam. Dus u zegt van dat product was niet bij u bekend. Nee. Niet bekend, oké. Dus dan kun je ook niet aangeven of zoiets wat gedragen in de Raad van Commissarissen, dat dit soort producten via het vehikel BSW zijn intrede deed bij corporaties. Het paste in het beleid waar de Raad van Commissarissen wel bij betrokken was, om te proberen onze toegang tot de kapitaalmarkt te verruimen. Dus wij wilden, mede op het oog van de introductie van de euro, proberen om de financiering van de corporaties ook mogelijk te maken via de internationale kapitaalmarkt. Daar zijn programma's voor opgezet, het EMTN-programma, waar we misschien nog over komen te spreken. Ja. En in dat kader moet je denk ik ook die eerste lening zien van die Oostenrijkse bank. Wat we als commissie hebben gezien, meneer Van Dam, is dat Waarborgfonds ook in uw tijd expliciet een tijd lang goedkeuring gaf aan een heleboel type derivaten, ook van Deutsche Bank, die dan aan Vestia werden verkocht. Er zaten ook speculatieve producten bij. Was u daarvan op de hoogte dat er goedkeuring werd gegeven voor producten? Nee, daar waren we niet van op de hoogte. U gebruikt het woord goedkeuring. En ik heb, zoals gezegd, naar vorige verhoren gekeken. En daar is mij uit gebleken dat ook bij het WSW dat woord werd gebruikt. Dat is geen goed woord. Want corporaties hadden helemaal geen goedkeuring nodig van het WSW om derivaten te kunnen kopen. Daar hadden wij niks over te zeggen. Waar het om ging was, kan de aankoop van een bepaald derivaat effecten hebben op de kredietwaardigheid die niet voldeden aan de eisen die wij stelden in verband met de kredietwaardigheid. Dus wat ik begrepen heb, nog een keer hoor, wij hebben in de Raad nooit kennis genomen van dat soort goedkeuringen. Maar ze moeten worden gezien als een onderdeel van het nagaan of de kredietwaardigheid van de corporatie in het geding was. Dat is het enige wat ons interesseerde in het hele. Ja, maar je zegt net tegen de commissie, goedkeuring vindt u geen juiste term. Nee. Want de corporaties hadden geen goedkeuring nodig om het contract te sluiten. Nee. Ik denk dat correct is. Maar het punt is, meneer Van Dam, dat dat product voordat het in een onderhandelingstraject tussen bank en corporatie terechtkomt, dat product, dat passeerde wel aan zich eerst het poortje van het WSW. Dat hebben we keihard uit ons onderzoek is dat gebleken. Deutsche Bank, andere banken, zeiden zelfs expliciet, ik wil eerst een stempel van het WSW hebben, meneer de corporatie, want pas daarna durf ik het aan om het
met u aan de slag te gaan. Ja, dat was natuurlijk comfort voor die banken. Als het WSW een stempel was, dan kwam die geweldige borging om de hoek. Ja, en dat, dat zie ik ook als, het, als een gevaar. Dat had voorkomen moeten worden, dat die werking eraan zat. En ik kijk, en voor zover, als en voor zover, in mijn periode dat soort goedkeuringen werden verstrekt, vind ik eigenlijk dat wij daarvan in kennis hadden moeten gesteld worden. Maar dat is niet gebeurd? Nee. Waarom eigenlijk niet? Dan kun je dat verklaren. Waarom ze u, als raad van commissarissen, want je was toch uiteindelijk echt wel de baas daar, waarom ze dat u niet vertelde? Nou, ik kan alleen maar zeggen dat ze dat daarvoor niet belangrijk genoeg vonden. Kijk, ik heb geloof ik 3 bestuurders gehad in mijn periode als voorzitter van de Raad van Commissarissen. En als er een nieuwe bestuurder kwam, dan nodigde ik hem uit voor een diepgaand gesprek. Waarbij we elkaar in de ogen konden kijken. En ik had altijd de volgende boodschap. Ik zal proberen te voorkomen dat wij als Raad van Commissarissen op jouw stoel gaan zitten. Dat kan alleen als jij mij belooft dat als er iets gebeurt waarvan je het vermoeden hebt dat ik het wil weten, dat je mij daarover informeert. Die afspraak heeft, ja, ik vind zelf altijd goed gewerkt. Vandaar mijn antwoord van net. Als hij iets niet gemeld heeft, dan vond hij dat kennelijk niet belangrijk genoeg. Stel, het WSW was in 2007 niet geswitcht naar dat faciliteringsvolume per 3 jaar. Was nog steeds projectfinanciering gebleven. Denkt u dan dat zo'n debakel met van die exotische producten die de revue passeerden, dat dat ook had kunnen gebeuren als we bij projectfinancieringsregime waren gebleven? Ja, dat denk ik wel. Alleen zou het dan moeilijker zijn geweest, dat geef ik u toe, om liquiditeitstekorten als gevolg van derivatenbezit, om dat dan af te dekken. Maar ik denk dat het weinig verschil had gemaakt voor de aankoop van derivaten. Maar dat als een margin call, en nog een keer, dat begrip bestond eigenlijk niet voor december 2008. Goed, meneer Van Dam, ik ga met u naar het EMTN-programma. Hè. Tijdens uw voorzitterschap start bij het Warburg Fonds het project Focus op Financiering. Dat is een belangrijk onderdeel van het project, dat was dat zogenaamde EMTN-programma. Dat staat volgens mij voor Euro Medium Term Notes. En als ik het simpel uitleg, dan is dat gewoon het uitgeven van eigen schuldpapier door corporaties. Daar kunnen dan anderen in beleggen. Wie nam het initiatief voor zo'n programma? Het WSW. Het WSW. Waarom zag het WSW, of in ieder geval de Raad van Commissarissen, daar een taak weggelegd voor het Warburg Fonds om zoiets te doen? Kijk, de financiering van de sociale volkshuisvesting was eigenlijk in handen van 2 sectorbanken. BNG en de Waterschappenbank, met BNG als grootste. Mm-hmm. Die hadden bijna monopolie op die financiering. En zoals u weet is een monopolie nooit goed. En het is altijd van belang om voldoende countervailing power te hebben. Zodat je een keuze hebt. Dat is 1 argument. Tweede argument was dat wij vermoeden en dachten, en dat is ook later gebleken, dat de financiering, dat de internationale financiële markt belangrijk zou worden na de introductie van de euro. En wij wilden dus ook daar toegang toe hebben, want dat maakte ook veel uit voor de prijs van het geld wat je aantrok. Kijk, als je op die internationale markt met een heel groot volume die markt op kan gaan, dan kun je prijsvoordelen behalen. Dus wat wij wilden, dat was om te voorkomen dat corporaties zelf
die markt op gingen, met een klein volume uiteraard. Hè, want als je, het lijkt misschien voor de kijker heel erg veel als je 300 miljoen leent. Maar dat is op die internationale kapitaalmarkt echt peanuts. Op het moment daar, dat... komen ze de deur niet vooruit, hè, laat ik maar zeggen. Dus dat EMTN-programma, dat was bedoeld om de financiersbehoeften van veel corporaties, zoveel mogelijk corporaties, te bundelen. Zodat er een heel groot bedrag ontstaat, waarmee je dan zinnig die internationale kapitaalmarkt op kon gaan. Maar als dan vervolgens dat wordt ingevuld en er komt dan meer geld beschikbaar op een andere manier, dan gaan corporaties daar ook niet borgbare commerciële activiteiten mee financieren? Nee, dat mocht niet. Dat mocht niet. Hoe zat dat erin besloten dat dat niet mocht als je aan de slag zou gaan met EMTN? Nou, omdat de borging kwam bij een individuele corporatie tot stand. Hè, dus als een corporatie via dat programma geld leende, dan bij de borging moest het weer voldoen aan de eisen die aan de borging waren gekoppeld. Dus als er commercieel geïnvesteerd moest worden, dan moesten ze ergens geld zien te krijgen buiten de borging. Maar als je een nieuw financieringsprogramma optuigt, en het WSW nam het initiatief, zegt u net, en er komt meer geld beschikbaar, zegt u dan ook dat dat hele financieringsprogramma en alle financieringen die via dat programma binnenkomen, dat die dus ook allemaal blijvend de borgingspoort van het WSW door moeten? Zeker. Dat niet gewoon een manier is voor corporaties om überhaupt meer geld aan te trekken, dat ze lekker hun gang kunnen gaan? Nee, in die zin verschilde het niet van de financiering van buiten het EMTN-programma. Daar werd een faciliteringsvolume vastgesteld. Nou, dat faciliteringsvolume mocht alleen ingevuld worden voor de financiering van projecten die vielen onder de eisen van borgbaarheid, hè, dat wil zeggen alleen voor sociaal volkshuisvesting. En datzelfde geldt voor geld wat eventueel binnenkwam via het EMTN-programma. Maar we zien wel in 2008 diverse gesprekken tussen het Waarborgfonds enerzijds en de achtervangers, Rijk en de gemeente via de VNG. En op 9 juni 2008 sturen zij een vrij expliciete brief naar het WSW en dat ondertekend door de toenmalige minister Vogelaar en mevrouw Jorritsma als voorvrouw van de VNG. En ze constateren opnieuw dat de diverse ambities niet stroken met de statuten van het WSW. Waarmee ze dus vooral ingaan op het feit dat er sprake zou worden van borging van commerciële activiteiten. Nee, dat is een onjuiste interpretatie van de statuten van het WSW. En dat was ook niet in het geding. Het Waarborgfonds zelf zou geen enkel risico lopen bij dat EMTN-programma. En dat ook minister Vogelaar dat ondertekende, dat was dat zij kennelijk een deal had gesloten met de VNG. Want daarvoor was het departement eigenlijk heel positief over onze pogingen dat EMTN-programma te ontwikkelen. Wat vond u dan van de reactie van die gemeenschappelijke brief van Vogelaar en Jorritsma? Nou, laten we zeggen, om het zacht uit te drukken, I was not amused. Want ik zag achter het verzet van het VNG druk van de Bank Nederlandse Gemeente. Die zijn eigen negotie bedreigd zag door zo'n EMTN-programma. Sorry, zijn eigen wat bedreigd zag? Negotie. Oh, ja. Ik vermoed, maar dat is alleen maar mijn vermoeden, dat die BNG tegen de VNG heeft gezegd, als je ooit nog van mij dividenduitkeringen wil hebben, dan moet je zorgen dat dat niet doorgaat. Heel simpel geformuleerd. De kritiek die ze hadden, dat vond u die terecht of niet? Nee. In mei 2007, meneer Van Dam, stuurde u zelf
aan de toenmalig minister van Financiën, de heer Bos, een mail met de suggestie om van de Rijksgebouwendienst ook een toegelaten instelling te maken. Ja, dus dat zou dan een soort grote coöperatie worden die dan gebruik zou kunnen maken van borging van het WSW voor het aantrekken van financiering voor kantoorgebouwen voor ambtenaren. Past dat nou in het borgen van leningen voor de volksgevestelijke doelstellingen? Nee. En die mail moet u ook zien. Die heb ik niet namens het WSW gestuurd. Maar als een goede bekende van Wouter Bos. Dus die zat met financiële problemen, om het zacht uit te drukken. Dus het was eigenlijk een suggestie. Kijk, je kunt in één klap de staatsschuld enorm verminderen als je vastgoed van de overheid onderbrengt in een corporatie. Eigenlijk als je hetzelfde doet wat ze met de financiering van de volkshuisvesting hebben gedaan. Dan kon de overheid die gebouwen terughuren, wat bovendien weer kostendrukkend zou blijken te zijn, omdat dan een departement natuurlijk gaat kijken wat die kosten zijn. Die ze zullen, want dat was allemaal nu gratis. Maar bovendien kon de overheid dan de financiering van de Rijksgebouwen ook buiten de begroting plaatsen. Maar bij financiën is dat plan niet in goede aarde gevallen, is onze commissie gebleken. Dus dat is ook de minister toen niet mee doorgegaan. Maar zegt u ook dat het een privé-initiatief van u was en niet iets van het WSW die uitbreiding zocht voor activiteiten? Nee, want het WSW heeft zelfs nooit van die mail geweten, denk ik. Of de raad, of nee, dat was puur om Wouter Bos te helpen. Goed, meneer Van Dam, tot slot op dit punt. Missie en taak van het Waalborgfonds. Was de raad van commissarissen van het Waalborgfonds, zolang u er zat, het daar altijd over eens? Was er ook wel eens een dikke discussie? U bedoelt over het verruimen van de financieringsmogelijkheden? Ja, nu, überhaupt in de basis de hele missie en taakstelling van het WSW. Was dat de hele raad van commissarissen, zag dat als één blok? Ja. Goed, we gaan door met mevrouw Hashi. Zij heeft ook wat vragen. Meneer Van Dam, ik wil het met u hebben over het stoomschip de Rotterdam. Een project van de corporatie Woonbron, uniek project. En het heeft ook veel stof doen opwaaien en het heeft ook de nodige aandacht gehad van het Waarborgfonds. Woonbron kreeg geen borging van het WSW voor dit schip. En in april 2008 zet het Waarborgfonds het faciliteringsvolume van Woonbron op nul. En mijn vraag is waarom? Omdat wij zagen dat de investeringen in dat schip steeds grotere proporties zouden aannemen. Wij zagen ook dat de voorziene exploitatie van dat schip dat niet helder was. En dat zou dus de kredietwaardigheid van Woonbron in gevaar gaan brengen. Dat was kortom de reden. Dat was de enige reden? Waren daar niet andere redenen voor te geven? Bijvoorbeeld de regels van het Waarborgfonds als het gaat om het gebruik van verkoopopbrengsten uit sociale huurwoning? Nee. Want uit ons onderzoek blijkt dat het Waarborgfonds daarop gewezen heeft dat verkoopopbrengsten uit sociale huurwoningen niet gebruikt mogen worden voor nevenactiviteiten. Ja. En dat daar is toestemming van de minister voor nodig, hè, om sociaal bezit te laten doorzakken, zoals dat heet. Dat mag niet zonder toestemming van de minister. Maar u bent het wel met me eens dat het een regel is van het Waarborgfonds dat in dit geval niet zozeer het doorzakken, het onderpandstuk, maar juist als het gaat om verkoopopbrengst van sociale huurwoningen, dat dat een regel is van het Waarborgfonds dat dat niet mag gebeuren. Dat je dat soort opbrengsten niet mag gebruiken voor geen neven. Commercieel nee. Dus dat is een heldere regel geweest van het Waarborgfonds. Ja. En het klopt dus ook dat het WSW zich daarop berustte toen in 2008 om te zeggen van faciliteringsvolume gaat op nul. Ja. Oké, helder. Wist het Waarborgfonds niet eerder dan 2008 dat Woonbron dit al deed, namelijk geld gebruiken wat voor sociale huurwoningen is bedoeld? Dat weet ik niet. Dat kan ik u niet zeggen.
Of dat al eerder was gebleven, weet ik niet. Op 3 juli 2008, dus we gaan iets verder in de tijd, wordt in de Raad van Commissarissen van het Waarborgfonds gediscussieerd over een kort geldlening aan Woonbron. Kunt u vertellen wat het standpunt was binnen de Raad van Commissarissen? Nou ja, kijk, het bestuur van het Waarborgfonds voerde al het overleg met andere partijen. Met het Centraal Fonds, met het ministerie enzovoort. Wij keken vooral naar alles wat er gebeurde met dat oogmerk. Welke risico's loopt het Waarborgfonds? Dus als er zo'n vraag dan binnenkwam, omdat het een afwijking was van het normale beleid, keken we daarnaar. En of het nou precies in die fase was, maar in het algemeen kan ik zeggen dat we het de bestuurder moeilijk maakten om met compromissen die hij moest sluiten over die boot akkoord te gaan. Wij vonden eigenlijk dat die boot een veel te groot risico vormde en dat die ook nooit gekocht had mogen worden. Afijn, dat is allemaal. Ja, u zegt het moeilijk maken en eigenlijk, maar is het Waarborgfonds heeft toch gewoon heldere regels hierover? Jawel. Dus ook, daarom verwijs ik ook, we hebben ook de stukken van de Raad van Commissarissen, de discussie die daar was. Ja, maar mevrouw, als een corporatie in problemen komt, dan wordt het toepassen van heldere regels een stuk minder helder. Kunt u dat toelichten? Jazeker, want een corporatie lieten wij nooit failliet gaan. Dat past niet in het stelsel. En als een corporatie iets doms doet, waardoor die mogelijkerwijs wel failliet gaat, dan is dat meestal, kan gaan, dan is dat meestal omdat ze niet zich aan de voorschriften hebben gehouden. En dan kom je dus op een terrein van, laat ik maar zeggen, dat je er met het toepassen van de gewone regels niet meer uitkomt. Ik herinner me uit de jaren 70 was een door mij zeer bewonderde politicus, Jan de Koning, minister geweest voor het CDA. En die had over dit soort situaties, benaderde die altijd onder het motto, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Ja, meneer Van Dam, ik zit zelf niet zo erg lang in de politiek, zeker niet vergeleken met u, maar ik weet ook hoe de politiek werkt, maar ik heb het hier over het Waarborgfonds. Ja, maar in het gewone leven gaat het niet anders dan in de politiek. Nou, neem dat van mij aan. Nou, dat is dank, de heer Van Dam, dat u dat advies geeft. Maar laten we bij de feiten blijven. Het Waarborgfonds had dus twee regels. Als het gaat om verkoopopbrengst van sociale huurwoningen, die mogen niet gebruikt worden voor nevenactiviteiten. En de tweede regel die u zelf ook aanhaalde was dat bezit van woningcorporaties, wat als onderpand geldt bij de borging voor het WSW, dat niet gebruikt mag worden, of als dat overgeheveld wordt, dat niet gebruikt mag worden voor commerciële activiteiten. Twee hele heldere regels van het Waarborgfonds. Ja. En u knikt, dus ik neem aan dat u zegt van dat klopt. Ik ga met u mee, want u wilt vertellen de dynamiek waarin u zich als voorzitter van de Raad van Commissaris bevond, want daar wilt u naartoe. Als we dus, ik even mag interroperen, als we die regels zo strikt hadden gehandhaafd zoals u dat kennelijk wenst, was Woonbron failliet gegaan. Het gaat niet zozeer om wat ik wens, meneer Van Dam. Het gaat mij omdat ik hier feitelijke vragen stel, omdat ik gewoon wil weten wat de regels zijn van het Waarborgfonds. Ja. En ik wil met u nu naar het punt waar u al mee begon, want dat is namelijk de dynamiek. Want in februari 2009... loopt de nood hoog op. Dat hebben wij ook geconstateerd uit ons onderzoek. En er is ook een gesprek dan met u, samen met de directeur van het Waarborgfonds, de heer Van der Post, en met de minister. En kunt u ons meenemen naar dat gesprek? Daarnaartoe, naar die datum, is dus dat proces op gang gekomen van, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Ik heb u ook gezegd dat de Raad van Commissarissen daar strenger naar keek dan de bestuurder in zijn relaties met
met het ministerie en woonbronnen en de gemeente Rotterdam. Met besturen, bedoelt u de besturen van het Waarborgfonds? Ja, van de Post. Ja. Dus daar heel even dat ik het goed begrijp. De heer Van der Post was welwillender om een oplossing te zoeken voor het schip dan de Raad van Commissarissen, u dus? Ja. En zoals, dat komt door dat overleg. Als je in een overleg zit, dan moeten alle partijen inschikken. Anders kom je er niet uit. En dat deed Van der Post dan ook. En dan kwam die bij ons. En dan keken wij er niet naar met die blik van inschikken. Dan keken we, hou je aan de regels? En hoe kunnen we met zo min mogelijk inbreuk op de regels dit probleem oplossen? Maar dan was hij alweer een stapje verder. Ja, maar in dat gesprek in 2009, daar zit u zelf aan tafel met de minister en de heer Van der Post. Kunt u vertellen wat de standpunten waren? Toen was de beslissing al genomen om 105 miljoen, was het geloof ik, beschikbaar te stellen. Of vrij te maken, onderpand vrij te maken voor een lening van 105 miljoen. Het is goed dat uw geheugen daar heel scherp wist. Klopt, het was 105 miljoen. Oké. Ja. En dat was gepasseerd. Toen heb ik tegen die bestuurder gezegd van de Post, is dit niet een gelegenheid om de minister eens te bellen en te zeggen, ja, want de minister had sterk aangedrongen op een regeling met woonbron. Om die minister te bellen en te zeggen, ja, wij zitten met een ander dossier, wat eigenlijk is vastgelopen. Kunt u dit punt heel even vasthouden? Want ik wil nog heel even terug naar in de tijd, naar dat gesprek waar u bij was, bij de minister en de heer Van der Post. Dus nog voor dat traject waarvan u zegt van u moet even bellen met de minister, want we hebben andere dingen op de agenda. Dat gesprek, wat kwam daar op tafel vanuit het Waarborgfonds? Het EMTM-programma. Daar wilden wij dat gesprek over. Had het Waarborgfonds eisen op tafel gelegd ten aanzien van woonbron? Nee, andersom. Ik wil u best helpen. Wat uit onze stukken blijkt, in ieder geval uit ons onderzoek blijkt en de stukken die voorliggen, dat het Waarborgfonds eist dat het raad van bestuur van woonbron opstapt. Klopt dat? In dat gesprek? Nee, dat klopt niet. Dus naar mijn beste herinnering klopt dat niet. Dat die zaak, die zat volgens mij zo dat we hadden afspraken, ik geloof daterend uit juli of nog eerder in 2008. Wij wilden de eindsituatie weten. Wij wilden weten hoe staan we er nou voor eind 2008. Wij wilden dat het schip verkocht zou worden. Of dat er een alternatief was dat er een sluitende exploitatie mogelijk bleek. En wij wilden dat weten eind 2008, voordat we met die 105 miljoen over de brug zouden komen. En, vraag me nou niet precies naar een datum, maar in dat traject hebben wij gezegd, en als woonbron zich niet aan deze afspraken houdt, dan moet er een externe toezichthouder worden, die ook de bevoegdheid heeft het bestuur te vervangen. Oké, er was dus geen harde eis vanuit het Waarborgfonds. Nee, dat was meer. Ik zag het zo als het uitoefenen van druk op het bestuur van woonbron om zich aan die afspraken te houden. Ja, maar het was dus als drukmiddel bedoeld, maar u legde het wel als Waarborgfonds als eis op tafel om dat bestuur met als eis ze moeten vertrekken. Want ze hebben er een zooitje van gemaakt. Nee, de eis was dat er dan een externe toezichthouder benoemd zou worden door de minister. Weet u dit heel zeker? Want uit onze stukken blijkt dat dit wel een eis is geweest vanuit het Waarborgfonds. Het bestuur van woonbron moet opstappen. Kunt u het zich niet meer zo precies herinneren? Of zegt u van nou, die stukken die u heeft onderzocht kloppen niet? Mijn beleving, ik kan alleen maar zeggen wat mijn beleving was en hoe ik daaraan terugdenk. Dan hou ik het bij uw beleving. En die was dat wij wilden dat woonbron zich aan die afspraken zou houden, waardoor eind 2008 de zaak zodanig opgeklaard was dat wij die 105 miljoen ter beschikking konden stellen. Althans, de borging daarvoor. En dat we gezegd hebben, en als dat niet gebeurt, begrijp goed, woonbron zat aan tafel,
Dan willen wij een externe toezichthouder die ook de bevoegdheid krijgt om het bestuur te vervangen. Dus, wat is daarmee gebeurd met dat relaas van het waarborgfonds? Er is wel een externe toezichthouder benoemd toen. Toen bleek dat ze zich niet aan de afspraak hadden gehouden of niet konden houden. Mm-hmm. Maar ik geloof niet dat toen de bestuurder vervangen is, nee. U haalde eerder al aan, u heeft als waarborgfonds een ander punt van de agenda op tafel gelegd bij de discussie die toen liep met Woonbron, namelijk een punt wat het waarborgfonds naar het hart ging, het EMTM-programma. Ja, maar dat moet u zien wat ik net zei. Wat zei u net? Kunt u dat kort herhalen? Ja, dat ik tegen het bestuurder zei, tegen Van der Post zei, luister eens. Wij zijn nou in dat overleg over Woonbron. Hebben we zoveel concessies gedaan, die ook de minister goed uitkwamen, laat ik het voorzichtig zeggen, dat die best eens wat terug mag doen. Dus bel hem maar dat wij nu in dit stadium eens een gesprek met hem willen hebben, om dat vastgelopen dossier over EMTN weer op het spoor te krijgen. Maar zegt het waarborgfonds daarmee niet, we hebben hele duidelijke regels als het gaat om nevenactiviteiten en sociaal volkshuisvestelijk geld, maar die gaan wij ook als WSW dan loslaten, maar meneer de minister, wilt u ons dan op een ander vlak? Nee, die uitruil was het niet. Het was geen uitruil? Nee, ben gek. Nee. En dat zou ook, dan zou Van der Laan net zo reageren als ik dat zou doen, als ik geconfronteerd zou worden met zo'n situatie. Daar is de deur. Ja. Maar het klopt wel dat het waarborgfonds haar eigen regels heeft losgelaten. Onder druk. Daarvoor. Onder druk van de minister, begrijp ik. Onder druk. U mag uw eigen woorden kiezen. De minister had een nadrukkelijke wens. Maar nogmaals, de regels van het waarborgfonds waren helder. Daar ging het waarborgfonds in eerste instantie ook op staan. Maar uiteindelijk heeft het waarborgfonds dat losgelaten. Mijn vraag is, waarom heeft het waarborgfonds haar eigen regels losgelaten? Om Woonbron te redden. Anders kon dat niet. Maar om Woonbron te redden, omdat het waarborgfonds dat zelf vond, of omdat het Centraal Fonds en de minister zei, dit moet u gewoon doen? Al in een vroeg stadium, maar dat geldt niet alleen Woonbron, dat geldt voor problemen met alle corporaties. Al in een vroeg stadium was aan tafel tussen het ministerie, het Centraal Fonds en het Waarborgfonds op tafel gelegd en geaccordeerd. Woonbron mag niet failliet, natuurlijk. In die sfeer moet u het zien. En als je er met de regels zoals die gelden niet uitkomt om dat doel te bereiken, moeten de regels worden opgerekt. Het gebeurt iedere dag. Maar meneer Van Dam, de reden waarom ik al deze vragen ook stel, is dat ik me dan toch, en ik leg het ook nu weer bij u neer, het Waarborgfonds heeft in het dossier van Woonbron en het stoomschip Rotterdam wel degelijk op hele duidelijke momenten en een behoorlijke tijd ook gestaan voor haar regels. U heeft daar zelf mee gezwaaid. Als ik u zo beluister, dan zegt u, ja, een corporatie mag niet failliet gaan, dan begrijp ik niet zo goed waarom het Waarborgfonds zo moeilijk deed. Want het was toch duidelijk dat Woonbron niet failliet mag gaan? Ja, ik herinner me ook dat ik op een gegeven moment in de Raad van Commissarissen heb gezegd, laten we nou goed in de gaten houden bij u, collega's, afwijkende standpunt, dat we moeilijk wilden doen, wat er daarna gebeurt. Want dan komt er een moment, ja, dat je alsnog ja moet zeggen. Dan is het toch handig dat er een politicus in de Raad van Commissaris van Waarborgfonds zit. Dat is heel goed. Dus u heeft uw politiek signaal, talent, hoe u dat ook wil noemen, gebruikt ook in dit geval. Ik weet genoeg, voorzitter. Dank u wel. Het woord is aan de heer Mulder. Ja, dank. U zegt, regels oprekken gebeurt iedere dag. Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. U bent politicus. U stuurt mails aan de minister van Financiën. Voor u is dat al Wouter Bos. Voor mij de minister van Financiën. Gebeurt het wel dat politici tegen u zeggen, beste meneer Van Dam van het Waarborgfonds, doe niet zo moeilijk als er een bepaalde lening werd aangevraagd? Nee. Gebeurde niet? Nooit meegemaakt. Dus geen enkele druk van welke minister of politicus of verzoek? Nee. Wens? Nee. En ja, ze zouden ook allemaal geweten hebben dat ze dan tegendeel bereikt.
ik ben gebeld door die en die om te bevorderen dat wij die lening borgen. Dat is voor mij reden om hem niet te borgen. Want wij zien, en dat hebben we 2 weken geleden ook gehoord, toen we hier de voorzitter hadden van, de voormalige voorzitter van Woonbron, de heer Kromwijk, dat hij ook goede contact had in de politiek. Dat was ook het aanspreken van politici met voornamen. Dus je kan, ik zeg niet dat het gebeurt, maar het zou kunnen dat iedereen elkaar kent en zegt van joh, doe niet zo moeilijk, we kennen elkaar toch. Hup, vooruit met de borging. Ja, zo werkt het toch niet helemaal. Het was wel zo. Zo werkt het niet helemaal of helemaal niet? Nou, ik kies uit die twee straks zelf als ik deze toelichting heb gegeven. Het was zo dat Woonbron, die corporatie, een icoon was in corporatieland. En met name vanwege de manier waarop de heer Kromwijk zijn taak als sociale volkshuisvester opvatte. Dat oogste overal bewondering. Ik ben ook een keer bij Woonbron op bezoek geweest. Hè, om mij eens een dagje daar te laten rondleiden. Om te zien wat zij dan deed. Ik ben erg geïnteresseerd geweest altijd in volkshuisvesting. En dat was ook fantastisch wat ze deed. En dat vond het departement ook. En dat vond iedereen. Dus als dan zo'n affaire met dat schip optreedt, dan ontstaat in eerste instantie de behoefte, kunnen we dat regelen zonder Kromwijk te schaden? Dat is een heel normaal menselijke reactie. Zelf kijk ik tegen dat soort dingen iets anders aan, in de zin van, juist in dat soort gevallen doe je er beter aan wat afstand te nemen. En ik vond het ook buitengewoon treurig wat Kromwijk overkwam. En dat kopen van dat schip, dat kwam weer voort uit diezelfde passie voor het opknappen van die wijken, want dat schip zou in Katendrecht gelegd worden, dat zou een geweldige upgrading van die wijk betekenen. Maar soms, ik ken het bij mezelf, word je de gevangene van een goed idee. En dat was hier ook het geval. Dus in mijn hele periode bij het WSW heb ik dit eigenlijk het meest trieste geval gevonden van het ontsporen van een corporatie. Dan nog terug naar de heer Rink. U zei, en daar werd een beetje om gelachen, van ja, blijkbaar vond men het niet belangrijk genoeg om dat te melden aan de commissaris. Nou, dat zou de van de post moeten hebben gedaan, exact. Natuurlijk. Wat is uw verantwoordelijkheid erbij als dat niet wordt gemeld? Dat is dezelfde verantwoordelijkheid die een minister draagt als een van zijn ambtenaren iets doet wat hij helemaal niet geweten heeft, maar wat vervelende consequenties heeft. Je bent verantwoordelijk, maar je weet het niet. En? Nou ja, als ik dus dat wel geweten had op een gegeven moment, had ik tegen Van der Post gezegd, kom nou, dit is iets wat een afwijking is van het beleid zoals wij dat dachten te voeren. Dus dat hoort in de Raad van Commissarissen terecht. En u zei, net als bij ministers is soms ook aftreden geblazen dan, hè? Ja, en in dit geval zou dat hebben moeten leiden tot het aftreden niet van de commissaris, maar van de bestuurder. Maar daarvan, als ik het geweten had, weet ik niet of dat de consequentie was geweest, want dan rijst de vraag, is dit belangrijk genoeg om een bekwame bestuurder, wat van de heer Post, van de Post was, om die de laan uit te sturen? Ik denk het niet. U zei met in de statement iets te enthousiast een brief. Met die brief in de hand is Deutsche Bank corporaties vol gaan pompen met derivaten. En u denkt niet dat dat belangrijk genoeg was om dan te zeggen. Ik wist niet dat Deutsche Bank
corporatie vol plemte met giftige derivaten. Okay. En nog een keer. Ik heb ook gisteren gezien dat die 2 miljard die verdampt is. En dat de teneur was gisteren een beetje om dat in de, daar het WSW voor verantwoordelijk te houden. Dat vond ik absurd. Dat het fout ging bij Vestia was te wijten aan het bestuur en de toezichthouder bij Vestia. En door het falen van het toezicht op Vestia. Ik heb 1 stukje papier hier meegenomen voor het geval dit zich zou voordoen. En ik probeer u terug te halen naar 2009-2010. Ik heb dat niet meegemaakt, maar dat blijkt uit het verhaal van gisteren van de Post. Dat die probeert greep op Vestia te vergroten en de derivatenportefeuille te verminderen. En daar werd ook gesproken over de houding van staal, van wat bemoei je eigenlijk mee. En, in oktober, 8 oktober 2010, schrijft de minister van Volkshuisvesting een beoordelingsbrief aan Vestia. Daarin komt de volgende zin voor. Door actief treasurybeleid heeft u tijdig financiële middelen kunnen aantrekken tegen ook nog eens zeer gunstige voorwaarden. Dus moet u zich voorstellen, staal zit daar aan die tafel met het WSW-bestuurder, die tegen hem zegt, wij willen dat je je derivatenportefeuille vermindert met deze brief in zijn zak. En staal denkt, ga toch fietsen. Ik heb net een brief van de minister gehad waarin ik word gecomplimenteerd. Dat zijn de feiten. Dus als u een andere medeverantwoordelijke zoekt voor het falen van Vestia en dat gat van 2 miljard, dan moet u dat uiteraard als eerste zoeken bij Vestia zelf en die organen. De tweede bij die banken die die rommel verkocht hebben. En als derde zou ik u toch aanbevelen is zich te wenden tot de toezichthouder die dit soort brieven schrijft. Terwijl, en ik heb de voorzitter herhaaldelijk horen zeggen, eind 2008 was er een negatieve waarde van 762 miljoen. Dat stond in de jaarrekening. Die jaarrekening gaat naar de minister. Omdat Vestia van die swaptions had, die ze kon verkopen, waarop ze een hoge premie inden. Daardoor waren die zeer gunstige voorwaarden waarmee die werd gecomplimenteerd door de minister. Iedereen die ook maar iets van financiële markten weet, die weet dat als ergens 1% minder rente voor wordt betaald, dat er iets tegenover staat. Weet u, meneer Van Dam, laat ik het eens luchtig houden. Ik voel me als iemand die op het terras zit, hier op het plein. Die wil een biertje bestellen. Eindelijk komt er iemand op hem af. Ik zeg graag een biertje. En die zegt, nee, u moet niet bij mij zijn. Ik kom alleen maar de glazen ophalen. En mijn collega, daar kunt u bestellen. Je wacht weer. Komt weer een andere collega. Die zegt, nee, bij mij kunt u alleen maar afrekenen. Kortom, al die verantwoordelijkheden worden doorgeschoven. En dat biertje gaat maar om 2 euro, dit gaat om 2 miljard. Ik schuif niks door. Wij waren verantwoordelijk voor het handhaven van de kredietwaardigheid van corporaties. Als en voor zover het afsluiten van derivaten de kredietwaardigheid van corporaties negatief beïnvloedde, hadden wij een rol. Wij waren niet verantwoordelijk voor het kopen van derivaten. Dat waren de corporaties zelf en de corporaties die besturen werden gecontroleerd door hun raad van toezicht. Wij als raad van commissarissen van het WSW hadden geen toezicht op die corporaties. Dus
U moet die niet de verantwoordelijkheden, die wil ik niet ontlopen voor wat ik u net zei, wat het doel is van het WSW. Maar die verantwoordelijkheden moet je niet door elkaar halen. En die 2 miljard, ik ben ervan overtuigd dat als, dat wil ik ook toch nog even kwijt. Als de Tweede Kamer niet had geëist dat die derivatenposities zouden worden unwindend, dat vond ik een buitengewoon onverantwoordelijke uitspraak. Want daarmee werd de mogelijkheid ontnomen dat Erens, de nieuwe baas bij Vestia, en het Waarborgfonds en het CFV rond de tafel waren gaan zitten. En hoe kunnen we nou in de komende jaren, want daar moet je tijd voor nemen, die derivatenpositie afbreken. Ik zeg niet dat er dan, dat dat mogelijk was geweest zonder schade. Maar ik maak me toch sterk dat dat aanzienlijk minder dan 2 miljard zou zijn geweest. En ik heb Kamerleden hoog zitten, maar niet zo hoog dat ik denk dat daar 150 mensen zitten die alles weten van derivaten. En ik vond dat een lichtzinnige beslissing. Mag ik dat ook hier naar voren brengen? Tot slot mijn vraag. Welke lessen zou het Waarborgfonds nu moeten trekken uit de gebeurtenissen van de afgelopen jaren? Dat bij iedere nieuwe ontwikkeling die zich voordoet, het zij in de markt, het zij in de politiek, want in de loop der jaren heb ik geleerd dat voor de sociale volkshuisvesting eigenlijk de politiek het grootste risico vormt. Want telkens gebeurt er weer wat nieuws. Maar ik heb geleerd dat bij iedere nieuwe ontwikkeling die zich voordoet, waar het WSW op moet reageren, wil ze zijn taak goed blijven volhouden, dat je extra aandacht moet hebben voor wat voor consequenties er dan zitten aan de risicobeheersing. Daar kun je niet streng genoeg in zijn. Het moet gewoon veilig blijven voor financiers. Spin-off daarvan is dat je de disciplinering van de corporaties ook weer beter maakt. Want dat is niet aan de orde geweest, maar die brutering, dat vond ik een sprong in het diepe. Eigenlijk een gok. En het is aan mede aan het WSW, maar ook aan het bestuur van Edis, moet ik zeggen, te danken. Dat zich in de loop van de jaren een vorm van disciplinering heeft voorgedaan op de financiële administratie, risicobeheersing enzovoort. Als die er niet geweest waren, waren er veel meer ongelukken gebeurd dan er nu zijn gebeurd. Dat kan ik u verzekeren. Meneer Van Dam, we gaan naar de afronding van het openbaar verhoor. We hebben veel verhalen gehoord over het Waarborgfonds. En wat mij opvalt als voorzitter van deze commissie is dat het ook bij het WSW heel vaak gaat over het afdekken van liquiditeitsrisico's, waar het misschien gezonder was om liquiditeitsrisico's te willen voorkomen. U zegt net, de minister stuurt een brief. Dat is een mooi citaat, maar daar staat ook tegenover dat het WSW vaak informatie opvroeg bij corporaties zoals Vestia. Die informatie dan niet of niet volledig kreeg, maar wel borging bleef afgeven. Dat zijn ook allemaal dingen waar we als commissie naar kijken. Tuurlijk. Dus ik begon ook mijn verhoor met de mededeling dat het WSW een heel belangrijke actor is in alles wat er is gebeurd. En onze commissie zal daar dus ook ruimhartig op terugkomen. Nee, maar kijk, natuurlijk dat hele traject wat daarna gebeurd is, na mijn vertrek bedoel ik, is bij mij ook de vraag wel eens gerezen, had dat niet eerder wat forser moeten worden ingegrepen? Mm-hmm. Ik probeer alleen maar een context te scheppen met dit citaat uit uw brief van oktober 2010. Toen was het WSW al anderhalf jaar bezig om staal in de greep te krijgen. En als die dan zo'n brief op zak heeft, dat helpt niet. Nee. Duidelijk. Dank u wel, meneer Van Dam. Ik sluit het openbaar voor. Ik sluit deze vergadering. Graag gedaan.